Maurice Stijn is officieel de slechtste trainer die Ajax ooit heeft gehad. Mede dankzij Stijn staat Ajax op dit moment 17e, heeft het de slechtste seizoenstart sinds 1964 en behaalde Stijn gemiddeld 0.9 punt in 11 wedstrijden. Hij hield het slechts 114 dagen vol bij de Amsterdammers, wat dan weer net geen record is. Kurt Linder hield het 1988 slechts 82 dagen vol. Op welke plek denk jij dat Ajax gaat eindigen?